We hebben intens verdrietig nieuws te vertellen. We gaan scheiden. Vanmorgen hebben we dat aan onze kinderen verteld. Dit zijn de eerste regels van een WhatsApp-berichtje dat mijn ex en ik op 31 maart 2019, nu vijf jaar geleden, naar familie en vrienden sturen. Het volgt op haar mededeling een paar weken eerder. Ik weet wat ik wil. Ik wil scheiden. Ik hou niet meer van je. Mijn wereld stort in. Alles wil ik eraan doen om dit te voorkomen. Scheiden, dat kan toch niet waar zijn? Ik raak in een roes en doe mijn werk en de verplichtingen thuis op routine. Maar diezelfde maand schrijf ik ook: Ik hoop op en verlang naar een godswonder, maar ik moet dealen met de situatie. Rationeel weet ik, die scheiding is onvermijdelijk, maar emotioneel ben ik totaal de weg kwijt. Je luistert naar Gebroken Gelofte, een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in Christelijk Nederland. Ik ben Daniel Gillissen, 45 jaar en 5 jaar geleden gescheiden. Ik ben 19 jaar getrouwd geweest en heb 6 kinderen. Ooit schreef ik een essay over ons grote gezin met de titel Wie nadenkt krijgt geen 6 kinderen. Ik schreef: Ons gezin had niet anders kunnen zijn. We kunnen het aan. Dit past bij ons. Maar het liep anders. Ons gezin van 8 is niet meer. Dat is pijnlijk voor ons en de kinderen. We hadden elkaar en God wat anders beloofd. Echtscheiding is een live event dat elke vezel van je leven raakt. Het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. In Nederland gaan zo'n 26.000 echtparen per jaar uit elkaar. En onder christenen neemt dat aantal scheidingen toe. In deze podcastserie ga ik vanuit mijn ervaring in gesprek met een relatietherapeut... mediators, christenen die gescheiden zijn is die echtscheidingen in hun kerk begeleiden, en een kind van gescheiden ouders. Zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Gebroken Geloften. In het introductiegesprek zoomen we uit. We bespreken vragen als: waarom scheiden mensen eigenlijk? Hoe gaat scheiden in Christelijk Nederland? En waarom zijn juist christenen zo goed in het oordelen over de scheiding van een ander? Over deze en andere vragen praat ik met mediator en scheidingsadvocaat Anje Slootweg. Fijn dat je er bent, Anje. Ja, heel graag. Wij kennen elkaar uit de kerk en van het schoolplein. Je hebt mij tijdens mijn scheiding meegemaakt, omdat ik je af en toe om raad vroeg. Voordat we inhoudelijk verder praten, kun jij jezelf even voorstellen? Uiteraard. Uh, ik ben zelf ook getrouwd met Dietrich. Uh, inmiddels uh, dit jaar 20 jaar. Uh, we hebben drie kinderen in de leeftijd van uh, 10 tot 15 jaar. En uh, nou ja, Je gaf het al aan. Ik hou mij uh, bezig met echtscheidingen, hele dagen. Dat doe ik op twee manieren. Of als mediator, doordat mensen met z'n tweeën bij mij komen om een scheiding te regelen. Of als advocaat, als dat niet gaat, dat een van de twee bij mij komt. En dat ik samen met een andere advocaat probeer om zaken te regelen. En uh, ik probeer dat altijd zo te doen dat er zo min mogelijk escalatie ontstaat. En dat we zo vlot mogelijk uh, een situatie creëren waarin mensen goed verder kunnen. Zelf en ook vooral voor hun kinderen. Je bent betrokken geweest bij de voorbereiding van deze podcastserie. En je zit nu in deze aflevering. Wat maakt dat je hier aan wil meewerken? Nou, ik heb in die twintig uh, jaar ook dat ik dit werk doe, uh, gemerkt dat het onderwerp heel erg leeft. Ook steeds meer is gaan leven dat het inmiddels wel zo is dat iedere christen uh, redelijk dichtbij iemand kent die gescheiden is of gaat scheiden. Dat kan een kind zijn, dat kan een kleinkind zijn, uh, neef, nicht. Of je bent het zelf, maar ook de omstanders, uh, ja, maken het aan de lijven mee en daar doet het ook veel mee. Dus mensen zijn op zoek naar informatie, uh, ook specifiek voor het christelijke stuk. Ja, want er is natuurlijk heel veel informatie te vinden. Maar wat doet het nou met mij als christen en hoe moet ik als christen naar kijken? Ja, dat is vaak wat meer zoeken. Ik heb een aantal jaar geleden met twee collega's namelijk een boek over dit onderwerp geschreven. Uh, he, Scheiden in de christelijke wereld. Hoe daar naar te kijken. En ook gemerkt toen hoe dat leefde. Dus toen jij met dit idee eigenlijk al in een heel vroeg stadium kwam. Toen zei ik ja, heel goed, moeten we doen. Want dan pak je weer een hele andere groep dan de lezers. He, of sommige mensen uh, uh, kennen het boek niet. Of houden gewoon meer van luisteren. Dus uh, ja, ik was gelijk enthousiast over het plan. Jouw betrokkenheid bij mijn scheiding begon uh, met een kaartje. Weet je nog wat je schreef? Ja, de tekst wat, weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval heb ik er een lied op geschreven. En iets in de trant van jongens, ik schrik van uh, dit bericht. Ik hoor het via de kinderen, die hadden het op school gehoord. En uh, ik wens jullie heel veel sterkte toe in dit proces. Ik vond dat wel bijzonder dat je dat, 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 je dat deed. Waarom stuurde je een kaartje? Omdat ik kaartjes stuur op momenten dat ik weet dat mensen in mijn omgeving of mensen in de gemeente in een lastige situatie of in een juist heel vreugdevolle situatie zitten. Dan stuur ik een kaartje. En wat mij betreft is scheiden ook zo'n situatie waarin mensen het lastig hebben en steun kunnen gebruiken. En het kan helpen als ze het gevoel hebben dat mensen om ze heen staan en aan ze denken. Niet alleen bij huwelijk en ziekte, maar ook bij scheiding ja. is een kaartje sturen heel goed. Ja, wat mij betreft zeker. Laten we inzoomen op het scheiden. Waarom gaan mensen uit elkaar? Dat is vrijwel altijd het gevolg van het verliezen van emotionele verbinding. En emotionele verbinding gaat over: ziet die ander mij? Waardeert die ander mij? Houdt die ander van mij? Uh, word ik geaccepteerd? Word ik gezien? Word ik herkend? Erkend. He, da, daar, daar gaat het over. En als we dat bij elkaar ervaren, dan staan we emotioneel met elkaar in contact. En als we dat niet ervaren, of steeds minder ervaren, ja, dan raken we emotioneel uit contact. En dan gaan we ons alleen voelen. En dan gaan we als het even tegen zit, ergens anders op zoek naar vervulling, hè? op werk, bij een andere partner. Um, en dan, ja, dan trekken we ons terug. Of we gaan juist enorm hard aan die ander zitten trekken om het wel te krijgen, waardoor die ander zich juist gaat terugtrekken. Dus ergens zit het in die diepere laag, ja. daar gaat het uh, in mis. Die verbinding uh, is er niet meer. Precies, ja. En je... Probeer daar van alles aan te doen, uh, zowel binnen als, als buiten natuurlijk. Uh, en probeer ja. dat, dat, dat wel die erkenning te krijgen. Ja. En als dat niet, ja, dat, 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 dat zorgt er nog voor dat het al gaat scheuren tussen twee mensen. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Is er nog een soort moment dat je denkt, oké, okay, maar daar kun je nog wat, uh, nog wat aan doen? Of ben je eigenlijk, ja, als het zover is, is het ook klaar? Ja, dit, dit zijn patronen die ontstaan en die steeds verder inslijten. En waar je steeds lastiger uitkomt. En op het moment dat die patronen beginnen te ontstaan, kun je daar absoluut wat aan doen. Maar de kunst is om het zelf te zien, hè? om zelf bereid te zijn toe te geven dat het misschien geen tien meer is. Hè? En eh, daar op tijd actie op ondernemen, want dan zijn er natuurlijk talloze mogelijkheden op het gebied van coaching en therapie mm -hmm. die daarin verder kunnen helpen. Dus het bij jezelf erkennen, dat is één. Uitspreken is twee. En het willen aannemen door de ander en ook bereid te zijn aan te werken. Dat is drie. En dat is allemaal nodig om er op tijd wat aan te kunnen doen. Is het vaak zo dat er eentje wil scheiden? Of heb, kom je ook al mensen tegen die inderdaad samen bij jou aan tafel komen en zeggen oké, okay, we zijn eruit. Wij willen scheiden. Ja, dat is een heel breed spectrum. Hè? Dus je hebt aan de ene kant de gevallen waarin de een zegt ik wil dit. En de ander zegt ik wil het absoluut kosten. Wat kost voorkomen. Uh, dat is het ene uiteinde van het spectrum. En het andere uiteinde is, ja, we zijn er wel uit. Hier moet gewoon gescheiden worden. En daar zijn we het volstrekt over eens. En daar heb je ook allerlei varianten tussen, uh, waarbij wel heel vaak een tempoverschil is. Uh, dus dat de een zegt, dit moet gebeuren. En de ander denkt, ja, inmiddels denk ik het ook wel. Uh, maar ik heb het er nog steeds heel moeilijk mee. En op sommige dagen denk ik ook weer, het moet helemaal niet. Uh, dus, dus tempoverschil is in de, daarin, in de meerderheid van de gevallen, zeker aan de orde. Hoe zorg je ervoor dat dat dan elkaar op een gegeven moment in hetzelfde tempo uh, uh, terechtkomt? Wat kun je daar zelf als, uh, als, als partners aan doen? Nou ja, in ieder geval het gesprek voeren. Dus proberen zo goed mogelijk elkaar te begrijpen en echt naar elkaar te luisteren en niet vast te zitten in je eigen verhaal. Waarbij natuurlijk ook weer heel vaak hulp nodig is. Dus uh, ik vind het altijd fijn als mensen bij een mediation komen die relatietherapie daarvoor hebben gehad. Al is het niet per se om het huwelijk te redden, maar ook om het af te hechten. Want dan zie je dat mensen veel verder zijn in ook het perspectief van die ander te snappen. Ja, ze begrijpen elkaar beter. Precies, ja, dan hoeven ze het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan kunnen ze de verhalen wel plaatsen. Het tweede wat ik daarover wil zeggen, is um, dat je ook rekening met elkaar kunt houden. He, dus uh, dat zal vragen van degene die wil scheiden om rust te nemen in dit proces. En van degene die niet wil scheiden om uh, echt te gaan verwerken en een plek te geven zodat je er wel mee aan de slag kan. Want als je daarin uh, blijft hangen van ik wil het niet, ja, dan krijg je dus uiteindelijk ook geen mediation meer. En dan gaat de andere zeggen van ja dan ga ik het wel in mijn eentje regelen. Ja dat is in de regel niet echt een beter traject of, of, of een... Uh, ja niet een traject waarin mensen dicht bij elkaar blijven. Het risico van verwijdering is daarin groter. Dus uh, het vraagt allebei naar elkaar toe te bewegen daarin. Ik weet nog wel dat jij tegen mij zei van ja weet je dit is gewoon zo. Uh, ja, nou ja, iets in de trant van gaat nu gewoon regelen en blijf dus niet hangen in dit wil ik niet. Klopt. Want anders dan ga je inderdaad uh, 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 ja kom je gewoon niet verder. Blijft het soort stilstaan, gaat het nog meer, uh, nog meer frictie geven. Ja, de ander heeft geen eindeloos geduld. Hè? Dus uh, als dat uh, convenante dan één keer ligt, ja, dan kun je zeggen, ik teken het toch bij erin inzin niet. Maar die trein rijdt toch wel door. En dan um, heb je uiteindelijk minder invloed op het proces. Hè? Want je, je had de gelegenheid om met elkaar aan een tafel afspraken te maken. Die gelegenheid is er dan niet meer of veel lastiger nog te bereiken. Want de ander heeft geen vertrouwen in dat je uiteindelijk ook doorpakt. Um, dus je kansen om het goed te regelen nemen af. En je lost er geen probleem mee op. Nee, en je verwerkt eigenlijk ook niet natuurlijk. Want er is nee. ook geen begin van oké, okay, dit is inderdaad klaar. En daarmee kan ik verder. Je blijft in een soort uh, niemands land hangen. Ja, een soort wachtkamer. Maar niemand verbetert met elkaar. Ja, ja, nee, klopt. En inderdaad, dat zeg je terecht. Het echte verwerken begint pas als je ook weet, wat ik net zei over het oerwoud. Als je weet waar je uit dat oerwoud bent gekomen, hoe je positie is. Heb je een huis, heb je een zorgregeling voor de kinderen, vanuit daar kun je gaan wennen aan de nieuwe situatie en gaan verwerken. Niet in dat hele slopende scheidingsproces zelf. Want dan moet je ook allerlei ingewikkelde keuzes maken. He, welke kant wil ik op? Uh, hoe wil ik het dingen regelen? Daar kom je niet toe aan landen en verwerken. Is het trouwens zo dat stellen met kinderen eerder scheiden dan zonder kinderen? Of is het juist uh, andersom? Ik heb daar geen statistische gegevens van. Uh, ik kan daar wel wat over zeggen vanuit mijn eigen ervaring. En dat is dat ik denk dat enerzijds de drempel om te scheiden... wat lager is als er geen kinderen zijn. He, want dat vinden mensen vaak het allerergste. We moeten het aan onze kinderen vertellen... Uh, de andere kant is dat een huwelijk met kinderen gewoon meer draagkracht nodig heeft dan een huwelijk zonder kinderen. Dat ik dus heel vaak in de praktijk hoor, uh, toen is het gaan schuiven bij de geboorte van onze eerste of bij de geboorte van onze tweede. Daar is het gaan schuiven. En dat kan te maken hebben met dat mensen daarvoor nog heel gemakkelijk allebei hun eigen leven aanhielden. Minder hoefden te geven. Zich niet hoefden het af te vragen: Pas jij vanavond op of ik. Als we zin hebben om iets gezelligs te doen, dan doen we dat. En aan de andere kant ook ingewikkelder mensen. die bijvoorbeeld diagnoses hebben op het gebied van uh, as of dergelijke dingen. Uh, dat gaat ook makkelijker als er geen kinderen zijn. Er zijn veel meer prikkels. Dus uh, ja, met name die, uh, die draaglast en die draagkracht die je daarvoor nodig hebt, dat is vaak een issue. En als staat dan van autistisch spectrum. Dat heb je goed, ja. En als we nu inzoomen op christelijk Nederland, hè, wordt er onder christenen net zoveel gescheiden als gewoon gemiddeld in Nederland? Daar zijn geen cijfers van. Als ik zelf om me heen kijk, dan denk ik dat dat minder is op dit moment. Maar dan zie ik wel dat de afgelopen twintig jaar dat een vlucht heeft genomen. Hè, dat. Uh, het hek wel van de dam is ook in christelijk Nederland. Alleen het, ja, het komt toch nog minder voor. En het hek van de dam, dat is suggereerd ook een beetje van, oké, okay, het is bij een soort nu mag het, of nu in ieder geval het gebeurt. Mm -hmm. Hoe kijk je ernaar dat er meer gescheiden wordt onder christenen? Ik zie het toch overwegend als een positieve ontwikkeling. Omdat niemand voor zijn plezier gaat scheiden. He, dus we hoeven niet bang te zijn dat als we daar minder normerend mee omgaan, dat dan straks iedereen gaat scheiden. Want mensen willen helemaal niet scheiden. Mm. En als mensen het gevoel hebben van nou, ik mag er nog steeds zijn in de gemeente. Ik mag er nog steeds zijn voor gods aangezicht. Dan is er gewoon minder pijn. Ik wil daar ook wel een element bij benoemen. Dat ik wel denk dat in het stuk waar nog wat te redden valt. Dat we daar best voor elkaar mogen zorgen. En ook kritisch voor elkaar mogen zorgen. We hoeven niet te zeggen als... Iemand op een kring, als dat zo vertrouwd zou zijn, zegt van ja, ik merk toch wat ik gevoelens heb voor een collega. Dat we dan zeggen, nou, allemaal leuk en aardig en prima. Daar probeer je dan op het moment dat er iets aan te doen is, het eerlijke gesprek met elkaar over aan te gaan. Waar de focus misschien het beste zou kunnen liggen, tot heil van alle betrokkenen. Maar op het moment dat mensen één keer in een scheidingssituatie komen, dan hebben ze daar met bloed, zweet, tranen en met een moed wel een hoop uiteindelijk een stap gezet. Dan hebben ze steun nodig en niet onze checklists. En die checklist zijn er nu minder dan twintig jaar geleden. En dat is in mijn optiek positief. Mag je dan als familie of vrienden niet zeggen: Dit is ook helemaal niet de bedoeling. Dit mag eigenlijk helemaal niet? Ik zeg niet: Dit mag. En ik zeg ook niet: Dit mag niet. Ik zeg: Ik heb er geen oordeel over. Onze God is uiteindelijk degene die uh, ervoor kiest wel of niet te oordelen. In al zijn wijsheid. En ik ben er om er voor mij naast te zijn. Dat is waar ik toe ben geroepen. En het gaat er niet om wat wij er precies van vinden. Precies. Dat moeten we vooral in de gaten houden. Nergens staat geschreven oordeel over je naaste. Wel, wezen voor je naaste. En hoe komt het dan dat het onder uh, christenen dan uh, toch een soort makkelijker uh, wordt om te scheiden? Is dat omdat er ja, minder oordeel dan om, omheen hangt? Is dat het al wat er al gebeurt? Of ik, ha, ja, hou je het gewoon niet tegen? Dat laatste, het is gewoon een maatschappelijke tendens die we uiteindelijk, zoals heel veel maatschappelijke tendensen, niet buiten onze christelijke deuren weten te houden. Niets menselijks is ons vreemd, zou ik zeggen. Komt dit doordat het individuele geluk veel belangrijker is geworden in deze tijd? Individueel geluk klinkt al gauw ook als van ja, alsof dat ook wel een oordeel in zit. Van ja, waarom zou je daarvoor gaan? Ik grijp dan toch heel erg terug op wat we net bespraken. Wij mensen hebben het nodig om gezien te worden. Dat is gewoon als eten en drinken. Dat zijn behoeftes die je leven lang bij je blijven. En als je dat niet ervaart, dat je gezien en geaccepteerd en erkend wordt, dan krijg je het benauwd. Dat is geen luxe. Dat is een gegeven. Waarom was dat decennia geleden anders? Of stond dat minder op de voorgrond? Ik denk dat een element, ik denk dat het heel complex is, maar ik denk dat een element daarvan is dat als onze meest primaire levensbehoeften, zoals eten, drinken, uh, veiligheid, als die op orde zijn, dat we eerder toekomen aan andere behoeften. Dus waar oude, onze ouders of onze grootouders nog niet zo erg bezig waren met welk cijfer geef ik mijn relatie, maar meer van zijn mijn kinderen veilig, ben ik veilig, hebben te eten, zijn we gezond, ja, dat we nu meer zijn aangeland bij andere behoeften die Daar dan weer bovenop komen, zou ik maar zeggen. Wat ik in de praktijk bijvoorbeeld zie, is dat ik mensen aan tafel krijg die zeggen: ja, er wordt bij ons gewoon echt niet gesproken. En als je doorvraagt, ja, er wordt bij onze ouders ook niet gesproken. Maar zij deden het daarmee, ze konden het daarmee doen. En ze hielden dat ook gewoon vol. Terwijl, uh, wij hebben dus niet geleerd thuis om te praten, maar we merken nu wel dat dat eigenlijk nodig is om onze relatie op een niveau te houden wat wij nodig hebben. He, dus dat is een voorbeeld van ontwikkelingen die niet te keren zijn, die niks te maken hebben met we zijn allemaal tegenwoordig zo verwend en het moet allemaal een tien zijn. Maar wel dat, dat andere behoeften dan vroeger nu veel belangrijker zijn geworden. En daar kunnen we ons ook niet aan onttrekken. Er zullen mensen zijn wel die zeggen: ja, daar moet je je dan maar gewoon bij neerleggen. Je hebt nu eenmaal voor diegene gekozen. Dat heb je op enig moment gedaan. En daar moet je alles. Aandoen en ook misschien wel jezelf wegcijferen om maar daar dat verbond in stand te houden. Ik zeg dan vanaf mijn kant van de medaille, daar komt heel veel ellende van. Want daar krijgen we dus uh, huwelijken van, met haat, nijd. daar krijgen we allerlei medische klachten van. Hè? Mensen die gewoon. Het aan hun rug, aan hun buik, aan, aan allerlei lichamelijke ongemakken beginnen te vertonen, omdat ze voortdurend iets aan het wegdrukken zijn en van zichzelf of van de omgeving uh, moeten wegdrukken, wat heel ongezond wordt. Ja, duur. die spanning kun je gewoon niet aan. Nee, dat red je niet. Dat red je niet. Hè? De, ik, ik ken gevallen van mensen die het inderdaad op die manier 20 jaar vol hebben gehouden, langer dan dat eigenlijk achteraf bezien wijs was. En zeggen, ja, ik hoor zijn auto de straat in rijden. en de golf in mijn buik. die komt wel opzetten. Want oh, daar is die weer. Of mensen die elkaar te lijf gaan op de duur. Ja, dan denk ik. natuurlijk, scheiden is niet goed. Maar op deze manier, als twee mensen met elkaar samenleven. en kinderen die daar getuige van zijn, is ook absoluut niet goed. Dus laat mensen van het meerdere kwade de beste kiezen. en schort je oordeel op. Bijzonder ja. zonde is werpen de eerste steen. Bestaat zoiets als, als christelijk scheiden? Um, dat is een moeilijk begrip. Christelijk scheiden. Ik denk dat dat in die zin bestaat dat ook als je gaat scheiden. je hebt het gevoel, ik doe nu iets wat God niet goed vindt. maar er is nog steeds heel veel goeds te doen in zo'n scheiding. Als je weet dat wij, waar wij toe worden opgeroepen in het Evangelie. de minste zijn. de ander respecteren. geen kwaad spreken over de ander. dan zijn dat allemaal dingen die we ook. In een situatie waarin we ons huwelijk niet weten te redden, nog steeds heel goed kunnen doen. Uh, waarmee we ook weer een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Wat me te binnenschiet, is uh, uh, Nico van der Voet van de, van de CAE, die uh, zegt daarover altijd iets heel moois. Die zegt de trouwbelofte die eindigt niet. Dus ook als je gaat scheiden, kun je je afvragen hoe kan ik nu die trouwbelofte nog op een bepaalde manier invulling geven. Uh, en dat gaat dan over. Het respecteren van de ander. Het niet, niet kwaad spreken over de ander. Uh, naar de kinderen toe de ander hoog houden te alle tijden. Mm. Ik aarzel wat bij het begrip christelijk scheiden, omdat ik dan het gevoel heb dat wij daar dan als christen doen alsof wij daar patent op hebben. Terwijl ik juist denk dat dat niet zo is, want wij lopen daarin achter als christenen. Je ziet seculiere mensen met veel meer kennis over uh, hoe ze voor de lange termijn schade voor hun kinderen kunnen beperken en voor elkaar. Uh, dan die kennis vaak bij christenen is. Christen dus, doen het minder goed, eigenlijk, dat scheiden. Ja, die zijn wat minder ver in... in uit dat oordeel... Uh, met blik op de toekomst... schade beperken. In zijn algemeenheid. Hè? Ook weer uitzonderingen dragen uh, Dus daarom heb ik moeite met... Uh, of aarzel ik wat bij het begrip... christelijk scheiden. Maar de manier... waarop je het beste kan scheiden... Uh, en zoveel mogelijk schade kan beperken... is een manier die... Rekening houdt met onze christelijke normen en waarden, waar met name denk ik Jezus ons toe heeft opgeroepen. Christenen, als ze zeggen van wij willen scheiden, wat zijn de reacties in hun omgeving? Nou, dat kan heel gevarieerd zijn. Uh, je hoopt op, op, op de respectvolle, de begripvolle reacties van mensen die niet in een kamp gaan staan. En in de extreme gevallen uh, zijn er alleen nog maar kampen over. He, dat dat je soms vraagt, en dan moet er bijvoorbeeld een inboedel verdeeld worden. Mensen vinden het lastig samen om, om dat te doen. Hè, om de spullen allemaal langs te lopen. En dan vraag ik, is er iemand in jullie omgeving die daarbij zou kunnen zijn? En als mensen dan zeggen van nee. Want iedereen die ik vertrouw, vertrouwt hij niet meer. En iedereen die hij vertrouwt, vertrouw ik niet meer. Dan weet je ja, dat je een heel geëscaleerd conflict hebt. En dat kom je eerder tegen dan dat het uh, een soort uh, nou dat er altijd wel mensen zijn in een omgeving. Die natuurlijk, we kunnen wel genoeg mensen vinden die dat zouden kunnen doen. Ja, dat is ook weer een, een spectrum. Je hebt de extreme gevallen. Niemand. Je hebt de gevallen waarin er heel veel netwerk is van allemaal mensen die zeggen. Joh, we helpen jullie. En we vinden niks. En daar hoop je op. We vinden niks in Christelijk Nederland is wel een beetje ingewikkeld, denk ik. Ja, dat vindt men heel ingewikkeld. Want wij zijn grootgebracht met het idee dat we iets moeten vinden. Waarbij ik soms denk van ja, maar waarom eigenlijk? Zijn wij daar dan echt toegeroepen? Of hebben we, juist wij een god aan wie het oordeel is? Een soort gevoel. Er zijn regels en daar moet je aan voldoen. Als je niet aan voldoet, gaan we vragen waarom je er niet aan voldoet. Ja. ja. En daar gaan we eigenlijk al niet over, zeg jij. Ga je nee. niet als omstanders daar zo mee bemoeien? Nee, ik, ik weet ook niet, Eigenlijk uiteindelijk, als ik het uitbel, niet zo heel goed waar dat op gebaseerd is. Dat wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet. Alleen wij zoeken zekerheid in ons eigen normen en waardenkader. Maar dan gaat het eigenlijk over onszelf en niet over de ander die onze steun nodig heeft. En wat maakt dat? Maakt dat het ingewikkelder op sommige momenten? Ja, zeker. Dat maakt het zeker ingewikkelder. Omdat uh, je, wat je nodig hebt... Je hebt een tegenslag, je hebt een crisis. Je bent samen slachtoffer van die dynamiek. Uh, dus je hebt mensen nodig die je helpen. Je hebt niet mensen nodig die langs de zijlijn staan en met hun vinger wijzen: van ja, joh. Euh, nou, kijken we even alleen naar die kant van de medaille, naar die helft van de dynamiek. En daar zit voor hem schuld. En daar gaan we alleen maar naar kijken. Dus zij is zwart, wit en hij is zwart. Daar hebben we allemaal helemaal niks aan. En het versimpelt ook per definitie. Het probleem is veel te complex om iets te vinden. Maar het is wel een soort logisch met het idee. Van ja, uh, God zegt, hij uh, heeft deze mensen bij elkaar gebracht. Uh, ze hebben, zijn naar de kerk geweest. Ze hebben daar een zegen over hun huwelijk gevraagd. Het is een publieke aangelegenheid, trouwen. Ja, dan is scheiden misschien ook een soort publieke aangelegenheid. Ja, zeker. Maar kunnen we dan ook met hen samen verdriet hebben in plaats van iets te vinden? We moeten het zeker niet onder tafelkleed schuiven. Het is belangrijk dat we met elkaar weten wat er speelt. Daar ben ik ook enorm voor. Dat vind ik juist vaak het probleem in de kerk: dat we niet weten wat we moeten zeggen. en dat het dan een soort publiek geheim, onuitgesproken geheim wordt. wat allemaal een beetje van mond tot mond informeel gaat. Dat vind ik heel jammer. Dus zeker, gooi het open. maar uh, leid met ze mee. Want ze hebben er niet voor gekozen. En het had jou even goed kunnen overkomen. Ja, dus die reden vragen: waarom ga je scheiden? gaat jou niet direct aan. Nee, vraag je af waarom je het wil weten. Hè? En als jij denkt van ja, ik, eh, ik wil belangstelling en steun tonen. En vanuit daar ja, stel ik bepaalde vragen. Dan is dat prima. Maar dan voelt diegene ook dat het vanuit daar wordt gevraagd. En niet vanuit mijn normenkade moet kloppend blijven. Dus kom met een goed verhaal. En dat geeft ook uh, uh, die escalatie. Hè? Dat je... Dus het gevoel hebt als christen... ja, ik moet voor de buitenwacht wel een verhaal hebben. Ja, wat voor verhaal maak ik dan? Toch al gewoon een verhaal wat uh, mij net ietsje beter afschildert... en de ander ietsje slechter. Hoe onchristelijk wil je het hebben? Ja, dan ligt het snel aan de, aan de ander. Die heeft de, de keus gemaakt. Of die ander mankeert iets... waardoor je in het echt niet bij diegene kunt blijven... Je wil eigenlijk de ander overtuigen. De ander buiten uh, je huwelijk overtuigen. Van dit is echt niet meer te doen. Precies, omdat je het gevoel hebt dat dat nodig is om steun te krijgen. Terwijl wij zouden moeten uitstralen dat dat helemaal. De steun hoeft niet verdiend te worden met een goed verhaal. Ze moeten misschien het scheiden ook wel een beetje doen, zoals die BN'ers, die gewoon zeggen van we houden nog van elkaar, maar we kunnen echt niet samen verder. We zorgen voor de kinderen. Dat is eigenlijk de, het verhaal wat je naar buiten misschien wel moet brengen. Je zegt het op een bepaalde toon. Hè? <laughs> <laughs> um, dat, daar kan natuurlijk ook een zekere onechte laag in zitten. Hè? Dus uh, laat, blijf ook bij jezelf en wees integer en oprecht daarin. Maar er zit zeker iets goeds in. Want het helpt de omstanders om van, van allebei te blijven houden. En dat is van die BN'ers het doel. En dat is, uh, denk ik, in de kerk ook heel prettig. Je zei eerder, scheiden kan iedereen overkomen. Is dat zo? Ja, ik denk dat dat zo is. Uh, als ik kijk naar mijn eigen praktijk... dan denk ik vaak, als mensen maar genoeg overkomt... Hè, al is het dat maar... Uh, dan, ja, dan wordt het risico steeds groter ook dat het misgaat. Dat is één element daaraan. Uh, een ander element is dat ik het ook gewoon belangrijk vind... dat mensen er zo naar kijken... Want anders kom je in een situatie van, ja, joh, jij wel, ik niet, jij zwart, ik wit. En dat is gewoon veel te simpel. Want we kunnen allemaal een dusdanig leven te leven krijgen samen dat we het niet meer redden. Heb je nog een advies voor iemand die nu luistert en in, in scheiding ligt? Dat zal dan een veel algemener advies zijn natuurlijk dan de adviezen die ik jou zo af en toe gaf. Dat begrijp je. Maar wat, wat ik in het algemeen zou zeggen is: zoek mensen naast je. He, want je, je bent niet stabiel, je vliegt uit de bocht. Zoek mensen, of dat nou professioneel is... of gewoon een verstandig iemand uit je omgeving... die uh, in staat is naast je te staan... maar ook kritisch naast je te staan, je bij te sturen. En ja, gewoon onvoorwaardelijk van je te houden. En uh, daarnaast probeer de blik te houden op de lange termijn. He, dus het gaat niet om op korte termijn winnen. Het gaat überhaupt niet om winnen. Jullie zijn allebei verliezers in deze situatie. Uh, probeer recht te doen... Aan de relatie zoals die geweest is, en vanuit daar uh, een toekomst op te bouwen, waarin je niet alleen zelf voor het maximale gaat, maar ook de ander wat blijft gunnen. Dank Anje voor jouw verhaal. En jij bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je reageren? We vinden het leuk om van je te horen. Mail dan naar gebrokengelofte.nd.nl Dus gebrokengelofte.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel de serie dan met anderen en geef gebroken gelofte in je podcast app Sterren, zodat anderen deze serie makkelijk kunnen vinden. In de volgende aflevering praat ik met twee christenen die gescheiden zijn: Mirjam Muis en Roel van Herwijnen. Hoe komt het zover dat je gaat scheiden? Hoe voelt het om de knoop door te hakken dat je wil scheiden of om te horen dat de ander geen liefde meer voor je voelt? Hoe reageren kinderen, familie, kerkgenoten? Op welke manier krijg je het leven weer op de rit? En hoe houd je contact met je ex? Vind je het mooi dat we deze podcastserie hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Al voor 2,50 per week kun je al onze artikelen lezen. Kijk op ndnl abonnement. Dank aan het team met wie ik gebroken gelofte heb gemaakt. Redactie en conceptontwikkeling: Marien Korterink, Judith Ruiter en Herman Loonstra. Adviseur Anje Slootweg, Robin De Weven voor de audio en Koen Jansen voor de vormgeving.